Goedenavond. Ik vind prima dat die meneer actief is. Dat vind ik echt prima. Ik zou het hebben. Ja. Het zou nog slimmer zijn als je je niet steeds liet arresteren. Ik denk altijd, hij is goed voor mij. Echt waar. De gepensioneerde arts Co van Melle, 74 jaar jong, behandelt geheel belangeloos daklozen en onverzekerden. Het woord onverzekerde komt pas in mijn woordenboek voor toen ik al over de 50 was. Ik had een actie gedaan tegen kernwapens en dat zinde de minister niet en ik kreeg daar een gevangenisstraf voor. Ik besloot daarna om het vak weer op te nemen. En dat was in 89. Is mooi, ja. Je hebt niet hoge bloeddruk. Ja, niet veel saus, niet veel... Nee, maar je hebt geen hoge bloeddruk nu. Dr. Co houdt zijn spreekuren onder andere in Makom. Dit is een inloophuis van de Regenbooggroep in Amsterdam. Daklozen, illegalen en andere hulpbehoeftigen kunnen bij Makom terecht voor een warme maaltijd, begeleiding en voor het spreekuur van Dr. Co. Oké, tramadol. 90 stuks, 100 milligram. Die kunnen van alles hebben. Van een ontstoken voet tot hoofdpijn of een afwijking in de wervelkolom. Ja, het gewone huisartsenwerk aangevuld met de vraag van, heeft u ook nog een slaapplaats voor mij? Dus dat maakt het verhaal min of meer compleet. Je moet hoeveel handtekeningen hebben? 40. 40? Ja, dat is ook wel. Ja. Hij liet net een lijst zien waarop je dan kunt intekenen als, zal ik maar zeggen, vriend van Madani. Ja, en dat schijnt ook weer belangrijk te zijn, hè? Hoeveel vrienden je hebt in het leven. Nou, misschien wil jij ook een handtekening zetten dan. Heeft hij er nog een? Madani. Nou, ik zit niet op de stoel van de IND, maar ik probeer wel uit te vinden van hoe komt het dat iemand na 20 jaar nog geen verblijfsvergunning heeft. Kunnen we met de advocaten bij misschien nog een stapje verder komen? Of moet iemand zich neerleggen bij het illegale bestaan? Dr. Co is een actievoerder in hart en nieren. In de jaren 80 voert hij meerdere acties tegen kernwapens. Meest bekend is zijn actie op de vliegtuigbasis in Woensdrecht. Samen met actievoerder en priester Kees Koning maakte hij de vliegtuigen van de luchtmacht met bijlen onklaar. Er waren destijds nog een aantal oude modellen over. Die stonden in Woensdrecht. En die had de regering verkocht aan Turkije of wilde dat net gaan doen. Om hun luchtmacht te versterken en daarmee misschien ook wel het Koerdische bevolkingsdeel te bombarderen. En toen besloten wij dus met Kees Koning samen om enkele exemplaren daarvan onklaar te maken. Voor deze actie heeft Dr. Co 6 maanden gevangenisstraf gekregen. Maar dat weerhoudt hem er niet van om voor zijn idealen te blijven vechten. Wanneer heeft u voor het laatst gezeten? Ja, dat was misschien 4 maanden geleden bij een zogenaamde bestorming van een detentiecentrum. Dat is een opvangcentrum voor asielzoekers die uitgezet worden. En om dat proces 1 dag in de war te sturen, hebben wij wat geblokkeerd en bezet. Hoe ver wilt u gaan eigenlijk voor uw idealen? Ik zal maar zeggen, bijvoorbeeld het geweld tegen mensen is voor mij dus een grens. Hè? Die zal ik niet overschrijden. Maar een hek overklimmen, een hek doorknippen, dat wordt al als een terroristische daad tegenwoordig beschouwd. En daar kun je ook al voor in de gevangenis komen. Het zou nog slimmer zijn als je je niet steeds liet arresteren. Dus... Soms moet je slimmer zijn dan een slang en soms naïever dan een duif.
weet niet, maar die dokter Kool is met mij naar het ziekenhuis gegaan, afspraak gemaakt en een verwijsbrief gegeven, alles. En hij is huisarts voor mij en hij is een goede dokter. En hij is nog steeds fijn. De compassie betekent medeleven. Ik denk ook dat mijn ouders daar een voorbeeld van zijn, hè? Van mensen die... mijn vader verborg Joodse mensen in het ziekenhuis tijdens de oorlog. Ja, vasten en bidden, zegt een dominee, of wees goed voor je naaste. En dat soort dingen, daar ben ik mee opgevoed en die probeer je dan in de praktijk te brengen. En dat is voor mij compassie. Dr. Ko is een gedreven man. Naast zijn werk in het opvanghuis zet hij zich in voor hulpprojecten in Afrika. Op dit moment is hij onder andere bezig om geld en goederen in te zamelen voor een kraamkliniek in Kameroen. In Kameroen hebben ze bijvoorbeeld bedden nodig en kinderbedjes. En ik heb er zelf een couveuse bij gedaan. Dat is een Hollandse uitvinding en die werkt op lampen. Gewone peertjes. En dat soort eenvoudige hulpmiddelen hebben ze dan nodig. Een grote passie van Dr. Ko is muziek maken. Dit doet hij niet alleen voor zichzelf, hij zet het ook in om anderen bij te staan. Dus vanaf mijn 15e jaar, toen mijn oom zei van nu gaan we orgel spelen, toen werd ik al meteen eigenlijk ingeschakeld in het kerkelijk gebeuren. En dat heb ik eigenlijk steeds aangehouden. Ik vind het heerlijk om te doen. Ik speel heel graag in een kerkdienst en ik begeleid ook heel graag. Ton, die kan dat wel. Nou, Ko heeft inderdaad meerdere passies, omdat hij ook dokter is en ook met mensen graag bezig is. En wil ervoor zorgen dat het goed gaat met die mensen. Nou, en een van die middelen om ervoor te zorgen dat het goed gaat met je medemens is muziek maken samen. Ja. De nootjes. Ik heb een hele lieve en leuke vrouw en kinderen. En een dak boven mijn hoofd. Geweldig. Bedankt hier. Dat is voldoende voor u? Ja. Nog meer mensen? Oké. Dank u en mijn dochter aan. Doei doei. Dag. Ik krijg dus vaak ook nog aanbiedingen. Van zou u niet een bejaardenarts willen worden in Almere? Ik doe zulke soort dingen. Ik zou het wel leuk vinden, maar ik zou dan toch deze groep in de steek moeten laten. En dat vind ik niet prettig. En dat kan ik ook niet. Wordt het niet tijd dat u nou echt met pensioen gaat? ja. Nou, ik ben blij dat u die vraag aan het eind stelt, want dat is dan meteen een doordenkertje. En daar wil ik de rest van mijn leven over na gaan denken.